give everything, no regrets, all the way. That's all right. We're here for life. Aan enthousiasme, bezieling en inspiratie geen gebrek bij Rotterdam. Dat speelt in het groen in een goed gevuld Wagenerstadion. Immers Rotterdam eindigt als zevende in de reguliere competitie in de hoofdklasse. En hoeft dus geen play-offs meer te spelen de komende weken. Nu moet het gaan gebeuren. Knowles, goede verdediger uit Australië van Rotterdam, verijdelt hier een Duitse aanval. Maar Rotterdam maakt fouten. Zoals hier een stopfoutje bij Gerritsen. En dan zijn de Duitsers uit Hamburg leep genoeg om de aanval onmiddellijk over te nemen. En hier een tip-in, weliswaar een mislukte tip-in van Mieltkou. Maar Ullenhorster laat onmiddellijk zien waartoe het in staat is. Wat kan Rotterdam daar tegenover zetten? Nou, hier een tip-in van Paul Maas. Na een voorzet van Robert van der Horst. En een eerste redding is noodzakelijk van de Duitse doelman Jacobi. In de 35e minuut deze fout, een enorme fout van Willem Hertzberger, de aanvoerder van Rotterdam. Die dan bijna de lat doormidden slaat, maar Mieltkou scoort wel degelijk. Een hoge scoop, een verre scoop die Willem Hertzberger niet onder controle krijgt. Daar komt hij er ook niet aan. 1-0 halverwege in het voordeel van de Hamburgse ploeg. Daarna weer een foutje hier van de voorstopper van Hidde Turkstra. Die krijgt hem even later op zijn voetje. En hier versiert Mieltkou de eerste strafcorner van de wedstrijd. En die is voor Ullenhorster. De specialist heet Breitenstein en het is 2-0. En voel maar eens mee, beleef maar eens mee wat een lijnstopper op zich afkrijgt. Die is onvoorstelbaar hard. Het is eigenlijk een wonder dat sommige lijnstoppers zo'n bal nog kunnen tegenhouden. Met afstand het meest sullige moment van de wedstrijd komt op naam van de veteraan. Goed spelend overigens, Carlos Nevado. Volstrekt onnodig maakt hij hier stiks. Opzettelijke overtreding buiten de cirkel weliswaar, maar er volgt een strafcorner. De eerste voor Rotterdam. En die gaat erin via de tip-in van Burrows, de Nieuw-Zeelander. Rotterdam doet iets terug en de Duitse doelman Jacobi is woedend op zijn verdediger Tom Mieling. En terecht, Rotterdam speelt deze tip-in corner zo vaak. En toch is Mieling daar te laat bij. Het was zijn taak om Burrows af te stoppen. Rotterdam krijgt moed. Moet ook wel iets forceren en krijgt hier een kansje via Burrows. De bal komt op het lichaam van Nevado. En het wordt een strafcorner. Hertzberger erbij, Knowles daarbij. Hoe gaan ze het nu doen? Hertzberger, één keer. Een redding van Jacobi. Hertzberger, een tweede keer. En dan krijgt hij de stick iets te veel onder de bal en gaat hij over. Weer een goede kans voor Rotterdam om zeep geholpen. Maar de Duitsers zijn beter. Zijn geroutineerder ook. En hier gaat Willem Hertzberger in de fout. Hij hapt op zijn man, op Mieltkou. En die mist deze enorme kans. De bal blijft in zijn krul hangen. Nog een minuut of zeven te spelen. Een stopfoutje, nu bij Maurits Hertzberger. En dan belandt de bal op een voet bij Gerritsen. De scheidsrechters zien het niet. Mieltkou wel. Gerritsen, die gaat natuurlijk niet trekken benen. Maar dan hebben we bij de Euro Hockey League nog altijd de videoscheidsrechter. Oké, Andy, I've got a decision for you. It's a penalty stroke. En die ziet wat iedereen ziet. Dit is een strafbal. De bal zou anders in de goal zijn gegaan. Breitenstein vanaf 6,40 meter. Het is 3-1. Het is ook meteen de beslissing in de wedstrijd. Met de moed der wanhoop probeert Rotterdam nog iets terug te doen. Simon Child, wel een technisch goede Nieuw-Zeelander. Maar hij is bij dit schot te onrustig. Net als 2 jaar geleden is Ullenhorster Hockeyclub uit Hamburg het beste clubteam van Europa. En er is niets aan gestolen. En Rotterdam, dat was de beste verliezer. Als je heel reëel bent, denk ik dat we terecht verloren hebben. Ik vond UHC met name in het teamspel een stuk beter dan wij. En op een gegeven moment moeten wij gaan forceren. Ja goed, en dan ga je wat ruimtes achter vrijgeven. En dan hebben zij het goed uitgespeeld. Dat is in ieder geval een oprecht eerlijk antwoord. De Duitsers waren beter. Ja, maar ja, je moet een beetje reëel blijven. Dat is ook zo. En ze hebben gewoon terecht gewonnen. Dus ik kan er ook niet meer van maken. En Duitsers zijn, dat weten we nu,
Firebeesten.